Het is vandaag een hele mooie dag waar we heel lang op hebben gewacht. Want we zijn al dealer van Rough Cycles. En we hebben de Lil Body al in de winkel staan. Maar nu hebben we de Biggie binnengekregen. En hier hebben we maanden op gewacht. En we gaan nu laten zien waarom wij hier zo lang op hebben gewacht. En waarom deze anders is dan alle andere fatbikes die jullie waarschijnlijk al kennen. Dus let's go. We gaan hem eens uitpakken. Nou, ik zie al dat we zo te zien niet heel veel hoeven te doen om in elkaar te zetten. Ik kan nooit te veel vet gebruiken. Voordat we het stuur weer vastdraaien, gaan we hem eerst eventjes uitlijnen, zodat hij goed in het midden staat. Ik denk dat ik hem zo wil hebben. Vet. Als je dan ooit in de toekomst nog moet vervangen, dan kan je ze gewoon loskrijgen. Dan zit het niet helemaal vast. Met het monteren van je pedaal altijd even opletten dat je rechts rechts monteert en links links. Er staat altijd op je pedaal een R'tje of een L'tje. Doe je dat niet, dan ga je je pedalen los fietsen. Zo, die zitten. Dan volgens mij moeten we alleen de banden nog oppompen en dan is die klaar, denk ik. Volgens mij is die klaar, maar we hebben er nog meer binnen gekregen. Die gaan we eerst even opbouwen en dan nemen we er eentje mee naar buiten. Dan gaan we even buiten fietsen, even kijken, even testen, even proeven, voelen, whatever. We hebben er inmiddels 7 opgebouwd in verschillende kleuren. We hebben deze gekozen als demo, dus die gaan we buiten ook testen. Die mogen jullie ook testen. Ja, van harte welkom. Ik ben heel benieuwd. Nou, ik heb al een klein stukje gefietst, want we hebben even een mooi stukje opgezocht. En hij fietst lekker, maar wat zijn nou de verschillen ten opzichte van alle fatbikes die we al kennen? Nou, ik denk dat één heel groot verschil de Bosch middenmotor is. Hij komt er in 2 smaken wat betreft de motor. De Bosch Active Line en de Bosch Performance. Nou ja, we hebben nu de Performance mee. Die komt erop neer. Die heeft gewoon de meeste trekkracht. Wat is dan het verschil tussen een middenmotor en die achterwielmotor? Nou, ik denk dat het grootste verschil is dat deze gewoon veel natuurlijker aanvoelt. Hij heeft namelijk een krachtsensor. Dat houdt in als jij een klein beetje kracht zet, dat hij ook een klein beetje kracht zet. Zet jij veel kracht, dan zal hij ook veel kracht geven. En met een achterwielmotor heb je vaak een rotatiesensor. Dat houdt in, als jij een halve slag met je pedaal hebt gedraaid, dan gaat die motor aan. En die kent eigenlijk maar 1 stand, dat is aan of uit. En deze, die kent wel aan en uit, maar die kent ook nog een beetje aan en een beetje heel veel aan. Dan, ander heel groot verschil is dat deze komt met 26 inch velgen en met 1,90 meter is dat best wel prettig. Hoewel ik moet zeggen dat de 20 inch fatbikes die we allemaal wel kennen, vind ik ook lekker zitten. Maar deze is gewoon best wel gemaakt voor mij, denk ik. Ja. Hij is iets minder breedte band. Dit is namelijk een 3 inch brede band. En
Zoals de Knaap, de Fat Four, de Lil Buddy. Die hebben allemaal 20 inch en 4 inch brede banden. Dus deze is 1 inch smaller, alleen 6 inch hoger. Dat maakt de fiets dus een stuk hoger. En met mijn lengte van 1,90 meter is dat wel prettig. Betekent dat die alleen geschikt is voor van die lange slungels zoals ik? Nee, Ruf zelf zegt dat hij geschikt is voor mensen vanaf 1,75 meter tot 2 meter. 2 meter? Ja, 2 meter. Cameraman is 1,78 meter, dus die gaat het nu ook even proberen. 1,78 meter en hij kan zijn voet plat op de grond. Nou, bijna plat op de grond. Dus ik denk dat het wel waar is wat ze zeggen in Duitsland bij Ruf. Stomme brandstof, dingen allemaal. En wat deze fiets ook uniek maakt, dat is de Enviolo versnellingsnaaf. Wat is dat? Dat is een naaf die traploos schakelt. Zelfs wanneer je stilstaat, kan je schakelen. Dus als jij aankomt rijden bij het stoplicht, je gaat stilstaan, zet je hem gewoon in de lichte versnelling en je fiets weer door. Dus je hoeft niet tijdens het fietsen te schakelen, je kan ten alle tijde schakelen. En een groot bijkomend voordeel van de Enviolo naaf is dat hij dus geen, en ik kan het na 27 jaar misschien nog steeds niet goed uitspreken, geen derailleur heeft. Hoe zeg je het? Derailleur. Derailleur. Nee, heeft hij niet. Dus hoef je niet te smeren, gaat niet krom als je valt, heeft hij niet. Maar hij schakelt supervloeiend, traploos. Ik ga hem nog even uitproberen. En nou, jullie zijn ook van harte welkom bij ons om hem te komen testen. Oh ja, een van de dingen die we bij Bikes in Holland altijd uitzoeken is of je er wheelies mee kan maken. Dus ja, dat moeten we altijd even proberen. Nou, wat mij betreft knijten dikke fiets, helemaal goed gekeurd. Wat een scooter zien, joh.